welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een adventskalender unboxing. Ik heb vandaag de kalender van de Body Shop. Fun fact, ik heb nog nooit iets gehad van de Body Shop. Nog nooit niks gekregen, niks gekocht. Ik heb nog nooit ook maar één product van hun gebruikt. En nou heb ik hun hele adventskalender. Dus nou kan ik een heleboel producten van hun gaan gebruiken. Dus ik ben extra enthousiast over de kalender van vandaag. Puur gewoon alleen om het feit, omdat ik nog nooit iets van hun heb geprobeerd. Maar ik hoor er wel altijd heel veel over. En een heleboel van jullie hebben ook om deze adventskalender gevraagd. Dus hier is hij. Deze kalender heb ik gehad in PR. Ik heb hem niet gekocht. Maar ik ben super, super benieuwd wat erin zit. En I cannot wait, want hij ligt hier al een aantal dagen. Laat me ook eventjes weten beneden in de reacties onder deze video wat jouw fave Body Shop product is. Want dan kan ik misschien eraan gaan beginnen om een aantal dingen daar te gaan kopen en te gaan proberen. Dus ik ben heel benieuwd wat nou een beetje de echte goede producten zijn van de Body Shop. Dus let me know hier beneden. Deze video is verder niet gesponsord of zo. Helemaal niks aan de hand. Ik heb hem alleen maar gehad in PR. Maar goed, laten we gewoon gaan beginnen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik heb eerlijk gezegd geen enkel idee wat de prijs is van deze kalender. Normale mensen op YouTube gaan het dan van tevoren opzoeken. Nee, ik niet. Ik ga pas in de video. Oké, de prijs is €130. Dat is niet heel goedkoop. Dit is in de hogere categorie. Maar de inhoud heeft een waarde van €271. Dus dat is meer dan 2 keer zoveel. Dus dat is wel top. Dus als je een fan bent van de Body Shop, is dit financieel gezien iets heel erg goeds. Oké, ik begin even met eerst te vertellen wat ik op mijn lippen heb, zoals ik altijd doe. Jullie weten hoe geweldig ik de Morphe Sweet Tea Lip Pencil vind. Nu komt het. Ze hebben een hele Sweet Tea set uitgebracht. Gewoon te koop bij Douglas. En dan heb je dus die pencil die ik altijd gebruik. En dan heb je ook de Sweet Tea Lipstick in die kleur. Prachtig. En de Sweet Tea Lip Gloss. Dus je hebt zo'n hele set voor slechts €18, mensen. Ik raad het echt aan. De Sweet Tea Lip Potlood. Alleen al voor die. Jullie weten hoe verzot ik ben op die. Ik hoef dat niet eens meer te vertellen. En nou heb je gewoon de hele set. I love it. Dus deze heb ik nou op mijn lippen. Oké, mensen, ik ga even de kalender erbij halen. Hij is super zwaar. Dit is de zwaarste kalender die ik tot nu toe heb unboxed. Oh my god. Dit is hem. Hij is zo zwaar. Hij is niet per se heel erg groot of uitzonderlijk groot. Maar hij is gewoon heel erg zwaar. Net toen ik de thumbnail moest maken, nou, ik dacht dat ik doodging. Ik vind de verpakking wel heel erg mooi. Je hebt hier zo'n boom en een gezinnetje die de boom versiert en zo. Heel erg leuk. Op de achterkant is gewoon dit. Ik heb nog niet gezien wat erin zit. Online is dat wel te vinden, maar dat wil ik altijd nooit zien. Want ik wil altijd dat het een verrassing is. Oké, en dan moet je hem zo openmaken. Jongens, dit ding vasthouden is niet te doen. Ik wil niet dat alles eruit valt. Zo maak je hem dus open. En dan is dit de hele kalender. En daar heb je weer dat gezin die heel veel plezier heeft. Het is dus een kalender met van die boxjes. Vind ik altijd zo fijn, jongens. Zulke kalenders vind ik fijn, want dan pak je gewoon de box eruit en klaar. Als het goed is, heb je de 24. Wacht, ik doe hem even dicht, voordat alles eruit plukt hier. Er staat niet op hoeveel vakjes, maar ik ga er gewoon vanuit dat er 24 zijn. Want dat is ook het concept van een adventkalender. Dat je in de maand december tot en met kerst van 1 tot 24 elke ochtend, elke dag een vakje opent. Als je niet wilt weten wat er in deze kalender zit, is het niet heel handig dat je deze video bekijkt, want ik ga alles unboxen. Als er nog een kalender is die jij graag wilt zien, ik ga dus superveel unboxen, dus laat het me weten onder deze video, want dan kan ik die gaan kopen. Ik heb al 2 andere kalenders unboxed. Ik heb al 2 kalenders van de Action unboxed. Het staat al online op mijn kanaal. En ik heb de Maybelline 2020 adventkalender ook al unboxed hier op mijn kanaal. Dus als je die nog niet hebt gezien, je kunt die ook gaan bekijken. Maar vandaag is het dus de Body Shop. Let's do this. Als het goed is, heeft de Body Shop ook make-up. Dus ik hoop dat er ook wat make-up bij zit. Oké, we gaan beginnen met een vakje 1. Je ziet hier een meisje, een vrouw, kruipend op de grond met een cadeautje. Oké. En er staat hier ook een tekst. Millions of people all over the world are homeless. Help those in need by volunteering at your local shelter this Christmas. Oh, dit vind ik wel een mooi concept. Dat ze ook iets zetten om mensen te helpen. Dus mensen die geen huis hebben, ga hun helpen met kerst en dat soort dingen. Dat vind ik wel iets moois. Oh, hier is het in het Frans. Je hebt dus Engels en Frans. Maar ja, ik kan geen Frans, dus ik houd gewoon bij Engels. Laten we boxje 1 openmaken. Wat hebben we hier? Moisturizing cream. Vitamine E. Een gezichtscreme. We hebben hier een Body Shop creme. Zo'n mooie roze verpakking.
Hoeveel milliliter is dit? 50 milliliter, daar ben ik heel blij mee. Ik vind alles van 20 milliliter en minder echt altijd veel te weinig. Dat vind ik altijd een beetje cheap ass. Dus ik ben blij dat we gewoon lekker 50 milliliter krijgen. Ik ga denk ik echt alles wat in deze kalender zit proberen. Omdat ik dus nog nooit iets van hun heb getest. En deze is om je gezicht te hydrateren. En het is voor elke gezichtstype. Love it! Dat is dus nummer 1. We gaan verder met nummer 2. Als ik die kan vinden. Oh hier. Deze is best wel groot. Kijk even hoe groot. Oeh, hij is ook zwaar. Hij viel er bijna onderin uit. Hier heb je ook weer zo'n afbeelding van een man die rent met een cadeau. Shower gel. Mango. Oeh, I love mango. Dit is een mango shower gel. Dus om je lichaam mee te wassen in de douche. Heeft hij ook mango geur? Hij heeft echt een mango geur. Ik ga stuk. Ik ken iemand die houdt heel veel van mango's. Dus ik denk dat ik deze aan die persoon ga geven. Love it. Heel blij mee. Shower gel. Ook gewoon lekker veel. 250 milliliter. We gaan verder met nummer 3. Die is weer een beetje klein. Oh, die is zo schuin afgesneden. Hier staat ook weer iemand op die een boompje water geeft. Hoe moet die open dan? We hebben een lip butter. Ook mango. Ik weet niet waarom alles mango is. Lip butter. Dit is 10 milliliter. Maar voor een lipbalm is dat wel oké. Oeh, ruikt heerlijk naar mango. Oh my god. Als je houdt van mango, dan zijn dit echt de producten voor jou. Ik vind het zo grappig dat alles zo mango is. Dus we hebben ook een mango lipbalmpje. Als je niet houdt van mango, dan zijn dit niet echt de producten voor jou, moet ik eerlijk bekennen. We gaan verder met nummer 4. Misschien vinden we weer iets van mango. 4 is deze, ook zo een driehoekje. En je hebt hier weer een man die een plant versiert. We hebben handcreme. Niet mango dit keer. Het is geen mango handcreme. Dit is grapefruit. Pink grapefruit handcreme. Hij is zo lekker mooi roze. Ik hou altijd van die roze verpakkingen. We krijgen 30 milliliter. Ik gebruik nooit handcreme. Ondanks dat ik wel een droge huid heb. Alles is droog. Mijn gezicht, mijn lichaam, mijn lippen. Maar mijn handen zijn het enige die nooit droog zijn. Dus handcremes gebruik ik nooit. Dus deze doe ik in een winactie. Alles wat ik niet gebruik gaat in een winactie of naar mijn moeder. Eén van de twee, maar het meeste gaat altijd naar winacties. Oké, waar ben ik gebleven? Ik ben zoals altijd weer vergeten waar ik ben gebleven. Volgens mij bij 6, als het goed is. Oh nee, 5. Oh, gelukkig heb ik dat gezien, anders had ik 5 overgeslagen. 5 is ook weer best wel zwaar. We hebben hier een meisje die danst of zo. Shampoo. Body Shop Shampoo Banana. Alles heeft een fruitgeur. Kijk, dit is de Banana Shampoo. Hij is ook echt best wel groot. Dus dit gaat echt wel eventjes mee. 250 milliliter. En er staat op, het is voor normaal tot droog haar. Ik heb normaal tot droog haar en ik hou van banaan. Alles met banaan, make-up banaan, shampoo banaan. Alles met banaan vind ik geweldig. I love banaan. Helaas heb ik normaal krullen en gebruik ik alleen maar shampoo speciaal voor krullen. Dus deze zou ik normaal hebben gebruikt als ik geen krullen had gehad. Dus ik denk dat ik hem in de winactie ga doen. Maar dit vind ik wel echt een heel leuk product. En ook gewoon lekker veel. Dat vind ik heel erg fijn. Oké, we gaan verder met nu wel nummer 6. Nummer 6 is heel lang en smal. Zien we dit? En hier hebben we een meisje die een cadeau ophangt of zo. I'm not sure. Oh, wat is dit? Een masker. Een sheet mask. Vitamine E gezichtsmasker. I love it. Hij hydrateert, maakt je huid smoother en zachter. Wat leuk. Dit heeft verder niks te maken met een fruitsoort. Alles hier heeft iets te maken met fruitsoort. Deze ga ik zeker gebruiken. Als je mij ook volgt op Instagram, dan zie je heel vaak mijn mask. Deze stories, die gaan over mijn maskers die ik allemaal gebruik. Dus deze ga ik zeker te weten proberen. Nummer 7 toch? Ja, volgens mij nummer 7. Wat een leuke producten tot nu toe. Oh my god. Nummer 7, hier hebben we weer een meisje die iets versiert. Kwast! Facial Mask Brush. Oh, dit is een gezichtsmaskerkwast. Wel leuk. Oh, de Brabander in mij komt naar boven, jongens. Hij is zo bruin, een beetje zo houtachtig. En je kunt hiermee je gezichtsmaskers aanbrengen. Alleen dit is een gezichtssheet mask, volgens mij. Dus dit is niet zo'n masker die je met een kwast moet opsmeren. Maar misschien dat er nog in de box iets van een gezichtsmasker zit waarbij je deze kunt gebruiken. Maar deze ga ik sowieso gebruiken voor met mijn andere maskers. Dus dit is wel leuk. Hier ben ik wel blij mee. Like it. Wat was dit nou? Dit was nummer 7, toch? Ja, dus nou nummer 8. Die is ook weer best wel zwaar. We hebben hier twee personen, open haard en ze trekken aan snoep. Of wat het ook is. Deze is echt zwaar, jongens. Oh my god. Daarom is deze kalender zo zwaar. Want alles is zo super zwaar. Glow mask. Ja, kijk. Daarvoor kun je dus... Waar is die kwast nou?
deze kwast gebruiken. Heel erg leuk. Ik wist wel dat als er zo'n gezichtsmaskerkwast in zit, dat er ook een normale gezichtsmasker bij moet zitten. Kijk, ook weer een best wel grote pot. Gewoon helemaal zo'n zwarte verpakking. Purifying Glow Mask. Dit soort maskers zijn heel goed om je gezicht schoon te maken. Dus als je vindt dat jouw gezicht een diepe reiniging moet hebben, dan is dit denk ik een goed masker voor jou. 75 milliliter. Oh kijk, hij is zo zwart. Eeuw. De geur is niet echt je van het. Maar deze ga ik zeker gebruiken. Oh my god, hier ben ik echt heel enthousiast over. Wat is dit een leuke kalender, jongens. Oh my god, als je houdt van skincare, dan is dit tot nu toe echt een goede kalender voor jou. Ik hoop alleen ook wel een beetje op make-up, maar ik weet niet of dat erbij gaat zitten. Nummer 9 is ook weer best wel zwaar. We hebben hier iemand die zijn trui uittrekt. Die is helemaal klaar met kerst. Die denkt, weet je wat, ik kleed mij gewoon uit. We hebben hier weer een banana conditioner. Dit is dus een match met de shampoo. Dan heb je een banana shampoo en een banana conditioner. Ook conditioner gebruik ik alleen speciaal voor krullen. Maar al met al is dit wel echt heel erg leuk. Ik ben er gewoon echt over aan twijfelen om ze alsnog gewoon te gaan gebruiken. Voor normaal te droog haar. Dat is wel echt mijn haar. Ik heb normaal te droog haar. Ik ga er nog eventjes over nadenken. Nummer 10 is best wel klein en smal. Kijk, en hier hebben we een kat. Oeh, I love katten. Ik heb ook een kat. Even openmaken. Is dit nou make-up? Hebben we nou mascara? Dit is de Happy Go Lash Mascara. Ik hoopte echt zo erg dat er iets van make-up bij zou zitten. Ik wist wel dat het meeste obvious gewoon skincare zou gaan zijn. Maar ik hoopte toch stiekem op een aantal producten qua make-up. Dus hier ben ik happy mee. We hebben een mascara. Ook gewoon een full size mascara. Dat vind ik echt top. Dus het is niet zo'n mini mascara die op is na twee keer. We gaan verder met nummer 11. Hier zit iets kleins in. We hebben hier weer een kat en iemand die speelt met de kat. Wat is dit dan? Koffie. Awakening mask. Oh, we hebben een mini versie van een masker. Ik denk dat dit masker normaal ook gewoon zo groot is. Kijk, dit is een mini versie van nog zo'n gezichtsmasker. Kun je ook weer die kwast voor gebruiken. Dit is de Coffee Intense Awakening Masker. Dus om je gezicht een beetje een boost te geven. Nou, van dit hebben we een mini versie. Hoeveel milliliter? 15 milliliter. Wel een beetje weinig, maar omdat de kalender tot nu toe zo geweldig is, ga ik daar niet over klagen. Nummer 12 is weer een beetje een groot iets. Hier is iemand die met een cadeau speelt. Vitamine C Face Mist. Oh, we hebben hier weer iets van make-up-achtig. Dit is een Vitamine C Face Mist. En dit is ook weer iets van een fruitsoort. Wat voor fruit is dit? Weet iemand wat voor fruit dit moet zijn? Ik denk mandarijn of zo. Vitamine C Face Mist met vitamine C Camu Camu from the Amazonian Rainforest in Peru. We krijgen 100 milliliter, is gewoon een normale hoeveelheid. En er staat dat het voor de vermoeide huid is. Dus om je huid weer een beetje op te peppen. Oeh, hij ruikt naar mandarijn. Ik denk dat dit mandarijn moet voorstellen. Hij spreekt in ieder geval heel erg fijn. Oh mijn god, nou is mijn hele gezicht nat. Nou, we hebben al twee make-up producten. Next up is volgens mij nummer 13. Ongeluksgetal 13, jongens. Hij is wel heel zwaar weer. Ik ben benieuwd wat hier weer in zit dan. Ook weer iets groots. Shower gel, nog eentje, maar een andere fruitsoort. Nou hebben we pink grapefruit. Deze is even groot als die andere, maar die andere is mango. Dus nou heb je mango en grapefruit. Mocht je niet van mango houden, dan heb je nou ook een andere optie. Of mocht je niet van die houden, dan heb je mango. Ik hou altijd van fruitgeuren, dus ik vind het echt geweldig dat alles een beetje iets van fruit is. Dat vind ik echt top. Deze gaan zeker de douche in. 14 is een driehoekje. We hebben hier weer iemand die met iets loopt. Versiering. Oh, een fiets. Het is een fiets verpakt. Oké. Hij gaat iemand blij maken met een fiets, jongens. Make-up. Woehoe. Matte liquid lipstick. Ik vind de kleur ook echt prachtig. Een hele mooie roze nude kleur. Het is ook gewoon een full size. Kleur is 034. Voor de rest staat er geen kleurnaam op. Ik ga ook een heleboel producten van alle adventkalenders ook nog gebruiken in een video. Dus die komt ook nog. En de rest ga ik ook gewoon random in video's gebruiken. Dus abonneer op mijn YouTube kanaal om op de hoogte te blijven van al deze producten. Nummer 15 volgens mij. Nou, deze is best wel groot en lang. Oh mijn god, alles hier valt. Het is hier een bende, jongens. Wauw. Oké, in ieder geval. Dit is nummer 15. Deze is best wel groot en ook wel weer iets zwaars volgens mij. We hebben weer zo'n flesje.
Bad Blend. Oh, dit is voor in bad. Hydrating Bed Foam. Ik heb geen bad. Het is wel heel mooi roze. Zien we dit? Dit gaat ook gewoon in een winactie. Want ja, wij hebben geen bad helaas. Ik wilde wel heel graag een bad, maar mijn moeder niet. Dit is dus aardbei. Heeft ook weer iets te maken met fruit. Volgens mij heeft echt gewoon alles iets te maken met fruit. We zijn nu bij nummer 16. We zijn iets over de helft, jongens. Deze is ook best wel groot, maar wel heel licht. Dus ik ben benieuwd wat hierin zit. Ik kan de hele tijd niet vinden waar ik het dan moet openmaken. Een haarbandje? Ja, een haarbandje. Oh, wacht zo. Deze gebruik ik altijd wanneer ik mijn make-up en zo eraf ga halen. Zodat ik mijn haar hier niet helemaal nat maak. Dus dit is wel handig. Ook handig met al die gezichtsmaskers die je krijgt. Je kunt dan zo dit opdoen en dan je maskertje aanbrengen. Ik heb al heel veel van dit soort prul. Dus ik persoonlijk heb hier niet veel aan. Maar als je dat nog niet hebt, dan is het wel handig om te hebben. Nummer 17 is weer best wel groot. We hebben weer een kat. Ik hou echt van katten. Ik vind dat zo cute allemaal. We hebben een facial wash om je gezicht mee te wassen. Vitamine E face wash. Ook weer een best wel grote verpakking. 125 milliliter. Kun je je gezicht mee schoonmaken. Deze ga ik ook houden en gebruiken. Want ik kan niet genoeg van dit soort producten hebben. Want ik ga daar echt hard doorheen. Omdat ik me dus elke dag opmaak. En het ook weer elke dag eraf moet halen. De volgende is nummer 19. Dat is deze. Deze is ook weer best wel groot en best wel zwaar. Oeh. Een hele grote pot met gewoon crème. Body butter is dit. Body butter. Kijk, echt een super grote verpakking. Er staat ook honing op. Milk en honey. Melk en honing. Voor de gevoelige droge huid. Nou, dat heb ik. Mijn body butter is ook bijna op. Dus ik ben hier blij mee. Hij ruikt heerlijk. Echt naar melk slash honing. Letterlijk gewoon dat. Heerlijk. Deze gaat lekker in mijn la. Waar zijn we gebleven? Nummer 20. Die is ook weer best wel zwaar. Eye makeup remover. Oeh. In mijn andere adventkalender video heb ik al verteld hoe blij ik altijd ben met oog makeup remover. Ik ga echt door oog makeup remover heen alsof het water is. Die staat op nummer 1 van wat bij mij altijd het snelst opgaat. Dus oog makeup remover kan ik niet genoeg hebben. En we hebben ook echt een super groot flesje. Zien we dit? Helemaal zo mooi wit. 250 milliliter en ook geschikt voor de gevoelige huid. Hier ben ik blij mee. Oh. Nummer 21 is een beetje smalletjes en ook best wel licht. Nog een gezichtsmasker. Weer zo'n sheet mask die je gewoon zo op je gezicht aanbrengt. Vitamine C glow mask. Wat was die andere? Was die ook een glow mask? Nee, die andere was geen glow mask. Dus dit is een masker die je gezicht hydrateert en een beetje laat glanzen. En deze andere maakt het smoother, zachter en dat soort dingetjes. Dus we hebben twee sheet masks. Ga ik ook zeker twee te gebruiken. Nummer 22. We zijn bijna klaar. Clay wash. Cleansing Purified Skin. Oh, dit is ook een gezichtsreiniger. Hele mooie zwarte grote verpakking. En nu hebben we 125 milliliter. Is ook een boel. En dit is ook weer zo die clay. Dit lijkt een beetje op dat ene masker. Waar is die? Deze. Dit is denk ik van één collectie. Dus ook heel handig om samen te gebruiken. Vooral mensen met acne, puisten, verstopte poriën en dat soort dingen. Voor jullie zijn dit soort producten altijd heel erg fijn. Want deze maken je huid echt zo goed schoon. Nummer 23 is deze ook weer best wel groot. Oké, ik moest even de batterij vervangen. Want de batterij was leeg van mijn camera. Even kijken, we hebben hier weer een handcrème. Er staat op, het is voor handen, maar ook voor je nagels. Dat is apart dat er zo op staat. Ik denk dat ik die wel ga houden, ondanks dat ik niet echt handcrèmes gebruik. Ik heb ze nou echt allemaal weggedaan. Dus het is misschien wel handig voor mij om er gewoon eentje te houden, mocht ik ineens behoefte hebben aan een handcrème. Dus deze ga ik houden. Hij ruikt heerlijk en ook weer best wel veel product. We krijgen 100 milliliter. Ik zie nou dat ik een box ben vergeten. Het zal eens een keer niet. Nummer 18 heb ik gewoon overgeslagen. We gaan hem alsnog openen. We hebben weer zo'n lipbalmpje. Lip butter. Maar dan een ander smaakje. Geurtje strawberry. Aardbei. Dus we hebben mango en we hebben aardbei. En wat ik nou ook zie is dat deze box gaat tot 25. Dus we hebben eentje extra. Ik ga nou naar 24. Meestal zijn de laatste de leukste. Dus ik ben benieuwd. Oeh, we hebben hier een body yoghurt. Oeh, voor je lichaam. Er staat een roos op, dus misschien heeft hij roosgeur. Hele mooie roze verpakking. Ook weer best wel groot. Lekker veel product. 200 milliliter. Hij ruikt een beetje naar zeep. Naar bloemen, rozen.
Als je van die geur houdt, dan vind je het heerlijk. Ik ben altijd meer van de fruitgeuren, maar zo'n geur vind ik ook wel oké. Deze ga ik ook gebruiken voor mijn lichaam, want elke dag nadat ik heb gedoucht, smeer ik me altijd helemaal in. Dus ik gebruik altijd super veel product. Dus dit soort producten kan ik ook echt niet genoeg hebben. En dan de laatste, volgens mij. Heb ik niks overgeslagen? Nee, hebben we hier als laatste nummer 25. Last but not least. Hier hebben we... Ik weet niet wat het is. Youth Concentrate Druppels. Dit moet je op je gezicht smeren elke ochtend en elke avond. Wat moet het nou doen dan? Er staat op dat je gezicht heel droog kan worden. Een beetje moeachtig. Een beetje dofjes. En dat door dit product wordt je gezicht beschermd. En dat gaat ervoor zorgen dat je gezicht gewoon wordt gehydrateerd. En er gewoon gezond uitziet. Je moet elke dag 2 tot 3 druppels aanbrengen op je gezicht. En dan gewoon je normale crème aanbrengen. Dat gaan we doen. Ik laat hem gewoon hier staan en dan elke dag voordat ik mijn gezichtscrème aanbreng, ga ik eerst deze aanbrengen. Dit is wel een goed product, denk ik. Hij is ook zo groen. Een hele aparte kleur groen. Op beeld is hij iets meer donkergroen, maar in het echt is hij meer een beetje zo felgroenig. Een beetje zo gifgroen. En jongens, dat was het dan. Het is hier echt een bende. Jongens, kijk even heel deze bende hier. Oké, nou dit was dan de 2020 Body Shop Advent kalender. Het is een dure kalender, maar ik vind het eigenlijk wel gewoon waard. Je krijgt echt top producten. Je krijgt ook bijna allemaal full size. Heel veel producten waar je ook echt wat aan hebt. En deze kalender is niet opgevuld met domme shit zoals een vel en dat soort dingen. Dus het is gewoon een goede kalender. Elk product vind ik gewoon heel erg goed. Je hebt ook wat make-up erbij. Dat vind ik altijd heel erg leuk, maar overal is het gewoon vooral skincare, obvious. Dus raad ik hem aan, jazeker. En je maakt ook super veel winst financieel gezien. Dus dat is ook top. Ik vind het echt een leuke kalender. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!